The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. De Olympische Spelen komen er bijna aan. Die worden georganiseerd in Sochi in Rusland. En Nederland gaat met de grootste delegatie ooit daar naartoe. En die komen uit allerlei verschillende disciplines. Natuurlijk het schaatsen, het shorttrack, het bobsleeën. Ook het snowboarden gaan we meedoen. Dus dat wordt onwijs top. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, premier Rutte en minister Schippers van Sport gaan allemaal naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi. Van een boycott willen ze niets weten. Vladimir Poetin, de president van Rusland, die heeft de anti-homo-wet in werking gesteld. Een heleboel sporters zijn daar natuurlijk niet mee eens. Een heleboel wereldleiders ook niet. De sporters die zullen niet zo snel kiezen om hun sport niet te gaan doen natuurlijk op de Olympische Spelen. Er is een kaart voor gewerkt, 4 jaar lang, of misschien al langer. Maar een heleboel wereldleiders die hebben wel gezegd, we gaan niet komen, want wij staan niet achter dat politieke besluit. Nu heeft Poetin afgelopen week gezegd van, maar er mag toch wel geprotesteerd worden en we zullen toch niet zo streng op letten. Ja, dat is een beetje mosterd na de maaltijd misschien. Een heleboel wereldleiders die zullen alsnog niet komen. En hij hoopt natuurlijk dat een aantal hele wereldleiders wel komen. Maar afwachten of dat gaat gebeuren. De eerste reden daar te zijn is een sportersaantal. Laten we zien dat Nederland achter onze sporters staat. Wat vind ik daar zelf van? Ik vind eigenlijk dat sport niet gekoppeld moet zijn aan politiek of aan religie. Iedereen in welk land ter wereld, met welke achtergrond ook, die kan aan sport beoefenen. En het moet eigenlijk overal ter wereld gelijk zijn. En zeker zo'n groot evenement, dat moet gewoon zonder een of andere achtergrond plaats kunnen vinden. Dus hou dat lekker bij jezelf en ga dat niet op de Olympische Spelen projecteren. Erasmus nieuwtjes. 29 januari is er een decadevoorlichting voor MAVO 2. 31 januari is er weer het open huis. 3 en 4 februari ben je lekker vrij. 5 februari zijn de herkansingen voor de examenklassen. 6 februari zijn de herkansingen voor de overige klassen. 6 februari is ook een klassieke middag. En op 7 februari is er weer een bovenbouwfeest. Heb jij een beetje zin in de winterspelen? Ja. Ja. Hoor, ik ben wel benieuwd hoe het gaat worden. Nee. Slechte mensen, denk ik. Ja, nee. Nee, ik haat schaatsen en zo, dus doe maar niet. En wat vind je de leukste sport? Weet ik niet. Snowboarding? Snowboarden. Hockey! Freestyle snowboarding. Bobsleeën! Ja. Skiën of snowboarden wel leuk. Zeg maar bobsleeën. En bobsleeën? Zeg maar wat. Zeg maar bobsleeën. Zeg maar bobsleeën. Bobsleeën? This is what it sounds like.